13 juni. Op vele plaatsen in Bunschoten is er een buitenspeeldag. Wij zijn vandaag hier bij de Medeblikkerspan. En waarom? Omdat hun voor Energie Vooral zoveel mogelijk geld willen ophalen voor deze stofwisselingsziekte. Ik sta op eenzame hoogte, alhoewel niet eenzaam, samen met de organisator Sjaak. Op hoge hoogte, boven alle festiviteiten. Sjaak, top gedaan, denk ik. Ja, dat is mooi dat er mogelijk gemaakt worden door de... Ja. Door de middenstand van Bunschoten-Spaak omstreken. Ja, ze komen, er wordt overal vandaan gesponsord. Ja. Buitenspelen is heel belangrijk voor kinderen, daar krijgen ze energie van. Maar jij weet als geen ander, als taxichauffeur van twee zieke kinderen, dat die automatisch is, hè, dit? Nou, onze kinderen die gezond zijn, die kunnen de hele dag door buitenspelen. De kinderen met deze ziekte, die kunnen na 2-3 uurtjes zijn ze dood op. Dus ja, dan is het gewoon dan wordt tijd dat er een medicijn voor komt. Ja, en die is er eigenlijk wel, hè? Ja, ze zijn in verre ontwikkeling natuurlijk voor een medicijn. Maar het probleem is het geldkwestie. Net als met de andere ziektes. Het geld, dat speelt ook een hele grote rol. En omdat je taxichauffeur bent, heb je dit gekoppeld aan de buitenspeeldag. Want die heb je natuurlijk al jaren georganiseerd, hè? Maar nu eigenlijk voor het eerst dus voor Energie Vooral. Ja, voor het eerst. Het is eigenlijk door twee broertjes gekomen uit Putten die ik vervoer. En die wisten, daar heb ik al verteld, ik doe de buitenspeeldag. En toen zei ze op een gegeven moment dat de broertjes die ziekte hebben, de energiestofwisselingsziekte. En ik zeg, misschien kan ik dat gaan koppelen aan de buitenspeeldag. Ja. Weet je al een beetje hoeveel geld er nodig is? We hebben contact gehad met de stichting, maar kunnen nog geen uitslag geven. Ik weet dat we hier over de 1000 à 2000 euro zitten, dus ik durf het niet te voorspellen. Dat is al een heel mooi bericht natuurlijk, hè? Over de buitenspeeldag. Hoe is het verlopen? Ja, het is tof verlopen. Het weer hebben we meegehad, dus iedereen doet leuk mee. Dus ja, we mogen echt niet klagen. Nee. Organisatie, is alles goed? Nog ongelukken gebeurd? Tot zover, zo ik weet, is niks gebeurd. Ja, er is er eentje natuurlijk die had de hand gestoten aan een schaal met worstjes. Ja. Dat is er even bij de EHBO terechtgekomen, maar verder, geen ongelukken. Nee. Is er hoop werk, denk ik, of niet? Met organiseren. Ja, organiseren. Ik ben er bijna een jaar mee bezig geweest voor dit evenement. Ja. Werkt de gemeente ook hier nog aan mee? De gemeente, we zitten natuurlijk met een evenementenvergunning, omdat met artiesten hier bezig zijn. Ja, dus de gemeente die is zo vrij geweest om hem te verstrekken. Ja, leuk. Welke artiesten heb je gehad? Wesley Bronkhorst, Roel van Hari, als het goed is, even kijken, Marco de Hollander krijgen we zo op die nog. We hebben een Klaus duo, Flapje en Rico, die lopen hier de hele dag rond. Wat hebben we dan meer? Ja, we hebben 17 artiesten die komen belangeloos optreden hiervoor. En ik zie allerlei eetentjes, is daar ook voor gezorgd voor de inwendige mensen? Ja, voor de inwendige mensen, daar wordt heel goed voor gezorgd. Dus je ziet het, er staan een viswagen, we staan op hoogte. Dus, ja. Maar ze blijven verkopen. Ja, hey Sjaak, ik zie dat het is bijna te klein hier. Hoe wordt het volgend jaar? Dan wordt het natuurlijk nog drukker. Ja, ik ben aangehouden door de middenstand. Die hadden mij gevraagd, dan heb ik voor een week of drie terug. Sjaak, kun je dat niet doen op het spuiplein? Ik zei in zo'n korte periode, dan kan ik de boel niet omgooien. Nee. Dus we hebben afgesproken, volgend jaar gaan we naar Spuiplein toe. Ja. Nou, dat is helemaal super natuurlijk, hè? Dat is helemaal, helemaal super. Ja, leuk. Hoeveel mensen zijn er alweer geweest? Kun je een inschatting doen? Ik denk tussen de 500 en 750 man dat er geweest is. Nou, dat is al eer van je werk natuurlijk, hè? Ja, dat is echt een eer. En je ziet, iedereen doet leuk mee. En dan kun je er weinig van zeggen. Het is gewoon top verlopen. Ja, je doet het ook natuurlijk niet alleen. Je doet met veel vrijwilligers. Hoeveel, is dat dan buurtmensen ook of niet? We hebben mijn achterbuurvrouw die helpt ermee. Mijn vrouw helpt mee. Ik heb zelf dan alle bedrijven benaderd. De artiesten heb ik samen met Erwin van Dijk hebben dat gedaan. Ja, en Coveerbal natuurlijk, die de luchtkussen beschikbaar gesteld hebben. Ja, en de rest hebben natuurlijk José en Wilma. Die hebben, alle voor de prijzen, wat kunnen we het verdelen ze doen om binnen te halen. Dus leuk. En het weer is met super meegewerkt, hè? Ja, dat was, het weer was echt top. Dus, En geslaagde dag, meer kunnen we dat niet zeggen? Ja, meer kunnen we zeggen. Dus nu vanavond, ze vroegen nog, ga je vanavond door met een scherm. Ja, we hebben gezegd tot 8 uur door met de artiesten. Ja. En daarna is het, houden we echt, trekken we de stekker eruit. Want je hebt natuurlijk het Nederlands elftal. Ja, spannend hoor. Ja, dat is echt spannend. Wat denk je? Twee in Nederland. Oh, dat is heel positief. Sjaak, dankjewel. Je bent een kanje van het dorp, vind ik hoor. Oké, dankjewel. En tot volgend jaar misschien, hè? Ja, absoluut. Nu gaan we naar beneden. We kunnen weer blijven staan. Nou, ik vind het beneden. Laat maar gaan.
we zitten hier bij Kian en Mark. Vind je het leuk? Ja. Ja, hè? En Sjaak is jouw taxichauffeur? Ja. Ja? En is ze nog een beetje gek in de taxi? Ja. Ja? Is het gezellig in de taxi? Ja. Ga je nou wel een liedje zingen dan? Ja. Nee? Ja, ga een liedje zingen? En jij? Ga ik liedjes zingen met Sjaak? Ja, hè? Vind je het een leuke dag? Ja. Of ben je al een beetje moe aan het worden? Ja, hè? Wij zijn Anouk Dedel en Margreet Visser en Daan Visser. We zijn vrijwilliger vandaag bij Stichting Energy for All. Energy for All is een stichting die zich inzet voor energiestofwisselingsziekten. En vooral de naamsbekendheid van deze ziekte. En daarnaast ook voor het onderzoek naar een medicijn om deze energiestofwisselingsziekte te stoppen. En dat doen we vandaag door zoveel mogelijk reclame te maken voor Energy for All. En natuurlijk ook de buitenspeeldag daarbij te gebruiken. En Anouk, wat ga jij doen vandaag? Wij staan achter de kraan. En dan gaan we dingen verkopen, chips, snoep en dat soort dingen voor de kinderen. En dan hopen we veel op te krijgen voor Energy for All. En Daan, wat hebben wij vorige week gedaan in Frankrijk? Voor de fiets. Een fietstocht voor Joint for Energy en dat is een substichting van Energy for All. Dus allemaal voor de energiestofwisseling. Dus kom, of in ieder geval kijk het nog eens na op de site en hou zelf ook in actie. Goedendag, wij zijn Flappy en Rico en we proberen deze dag te ondersteunen voor Energy for All met onze optredens. Een beetje grappen en grollen, dus we maken er een leuke dag van. Ik zou zeggen, Rico, jij mag de rest even doen. Ja, net zoals Flapje al heeft gezegd, zeg maar. Wij zijn hier voor Energy for All. De stichting die zich bezighoudt met kinderen met de stofwisselingsziekte. Nou, wij willen hier de helpende hand aanbieden. Vorig jaar hadden ze €6.000 opgehaald. Nu gaan we verdubbelen. Niet voor de 10, maar we gaan voor de €12.000. Nou, goedemiddag. Ik ben Stanley van Amersfeld van Vespressi. De Italiaanse koffie op hoge kwaliteit op locatie. Vandaag in Bunschoten voor het goede doel. Normaal gesproken reizen door het hele land. Ingehuurd feestenpartijen, bruiloften. En met een originele Vespa uit 1962. Volledig gerestaureerd en in stijl. En ook hele specialistische theesoorten. Mark en Kian, goedemiddag hier in Bunschoten. Spraken voor de Energy for All buitenspeeldag. Jullie vinden het leuk om hier in Bunschoten te zijn? Ja. Ja? Wat zeg je dan? En Mark? Ook. Dus, maar gaan jullie ook zo op dit nog even op de lucht kussen, denk ik? Ja. Ja. Ja? Ja, wij zijn de ouders van Mark en Kian. Mark en Kian zijn 4 en 9 jaar en hebben dus allebei een energiestofwisselingsziekte. Helaas is er op dit moment nog steeds geen medicijn voor onze kinderen en voor andere kinderen die aan deze ziekte lijden. En daardoor zullen zij waarschijnlijk vroegtijdig overlijden. Dus door middel om geld te zamelen voor Energy for All. Dat is een stichting die zich inzet voor onderzoek naar kinderen met een energiestofwisselingsziekte. In de hoop om hen ook meer naamsbekendheid te geven, zodat er meer geld binnenkomt voor een medicijn. In de hoop dat onze kinderen straks toch oud kunnen worden. Deze dag die door Sjaak bedacht is om het aan te koppelen aan de buitenspeeldag. En daar willen we hem en de hele organisatie hartelijk voor bedanken dat dit bekendheid wordt gegeven aan deze ziekte.